Nou. Ja, en dat is het stukje onzin. Ik hou heel erg van onzin. Hè? Ik heb een website Love Nonsense waarin ik schreef over onzin. Die heb ik een jaar heb ik daar niks gedaan. En deze week werd ik benaderd, kreeg ik een mailtje van een Franse studente die onderzoek doet naar onzin op het web. Ja. En die had mijn site gevonden, heeft daar veel rondgeklikt en die vroeg of ze mij mocht interviewen. Oh, leuk. Echt hilarisch. En natuurlijk mocht dat. Dus via de Skype? Nee, via de mail. Oké. Okay. Super leuk om me weer eens bezig te houden met onzin. Het was sowieso al iets waar ik laatst mee zat. Van alles wat we doen heeft zin. Het is allemaal zo zinvol. En natuurlijk als je op het web werkt en als je designt. Design is gewoon het nuttiger maken van content. En dus dat heeft superveel zin. Oh jongens. En dus alles wat ik deed de laatste tijd, of alles wat ik doe, dat heeft te maken met efficiëntie en met nut. Ja. En ik wilde juist me weer eens bezighouden met dingen waarvan het nut niet zo makkelijk zichtbaar is. Een ander soort nut. Hè? Bijvoorbeeld kunst, dat heeft een heel ander soort nut. En als je kijkt naar onze... naar het cultuurbeleid van onze regering, huidige regering, dan zie je dat die een, als het geen direct nut heeft, het is niet meetbaar. Ja, als je geen kijkers hebt. Dan is het, als het geen geld oplevert, dan is het niet nuttig, dus dan doen we er niks mee. Dat is natuurlijk een... Ja, dat het niet gesponsord wordt, hè? Ja, ik weet het niet. Dat is wel... Ja, het is een ander soort nut. Het is lastig het is het te begrijpen. Je betaalt het natuurlijk met geld van mensen. Dus ja, het is een soort van logisch. Maar ik begrijp inderdaad ook heel goed dat misschien kunst ook echt voor de extreme niches bedoeld zou moeten kunnen worden. Ja, of het... En dus het niet nut, inderdaad nuttig hoeft te zijn. Nee, het is een ander soort nut. Het is een andere maatstaf, denk ik, waar lang je het meten. Maar goed, ik vond het heerlijk om daar weer eens over na te denken. Ja. Dus ik heb besloten, ik heb verschrikkelijk veel geschreven de afgelopen week. Ja. En ik heb besloten om ook weer op Love Nonsense te gaan schrijven. Maar dat is toch wel een hele fijne site en dat is toch echt wel een heel fijn onderwerp. Ja. Onzin. Ja, ik probeer het ook. Zeg maar, mijn verzamelwoede van domeinen is eigenlijk een uiting van onzin. Nee. Ik heb ook op een gegeven moment ging ik met een goede vriendin, Astrid, gingen we randomconsultant.com hadden we geregistreerd. Om gewoon maar al die onzin die consultants af en toe kunnen uit, inclusief ondergetekende, af en toe uit kunnen kramen om zichzelf enigszins relevant te maken. Ja. En dus dan heb je inderdaad, je kent de bullshit bingo terminologieën, soort dingen die kwamen daar ook heel erg in terug. Ja. Onzin is goed. Onzin is belangrijk als je mij vraagt. Het is net als, er was op een gegeven moment zo'n TED-talk van een dame en die zei van doedelen is belangrijk. Ja. Dus als je in een vergadering zit, en je hebt de neiging om kleine tekeningetjes te maken tussen je aantekening. Moet je dat vooral doen, want dat helpt namelijk bij het denkproces. Ja. Net zoals procrastineren en luiheid, dat worden gezien als slechte dingen in Nederland. Nee, het is natuurlijk... We hebben hier een werkethos waarbij je hard moet werken. Ja. En waarbij het not done is om gewoon 6 uur voor je uit te staren. En ik vind eerlijk gezegd er heel veel waarde in zit om 6 uur voor je uit te staren. Wat lastig te verkopen. Maar, de vraag is, je hebt het over verkopen, maar het product wat je maakt, dat is toch belangrijk? Je moet producten niet huren en verkopen. En als mensen dan zeggen van, kan je het niet in... Kan je in deze... Want ik zie een hele tijd niks doen. Kan je niet in de tijd dat je niks doet, kan je dan niet ook dingen, toffe dingen maken? Dat is nee. Ja. Want dat niks doen, dat hoort erbij. Ja. Of dat is eigenlijk de reden dat je het kan. Want ik heb het, toevallig heb ik het ook gezien. Wat probeer je? Ik ben even het spiegeltje. Oh, oké. Okay. Allemaal geluiden aan die kant.
Maar dat gaat over efficiëntie. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Alles draait maar om efficiëntie en dat het economisch efficiënt moet zijn en meetbaar. Ja. Er zijn veel meer belangrijke dingen dan alleen maar dat. Daar ben ik het heel erg mee eens. En het is met name...